Heel veel, ik bedank wel. Dit is video van Kerstgamer aflevering 3. Na het intro gaan we zo verder. Ho ho ho, Merry Christmas. Kerst is bij Game Remco. Ja, zeker mensen. We houden al even van Kerst. Op Game natuurlijk. En je hoort het, kerstmuziek. Hartstikke leuk natuurlijk. En voor mij is het nog 28 november, dus dat is nog hartstikke vroeg voor mij. Maar ja, met kerstboom achter mij, lekker. Ja, ik ben hier al eerder geweest, maar ik moet kijken hoe gaaf het eruit ziet. Alles is mooi, allemaal versierd hier ook. Ja, ik had net ook een video gemaakt, maar dat lukte niet met de audio server, dus ik heb hier nog gevraagd. Wintertram staat hier, ja. Dan hier Wintertram. En ik ben erg benieuwd, want ik heb dan niet gekeken, alleen dat stukje gekeken, dit hier. Maar, en dat daar, maar voor de rest niks. Dit heb ik al wel gekeken, dit. En het is paintball in deze server. Het is niet normaal, het is echt zo mooi. Scorebord. We zijn nu in de fantasy. Het is Engels. Control Area. Wat is dit? Op het late in Wintertraum. Oh, oké. Okay. Zo. Oh mijn god. Santa Factory. Man, dan raak ik nog steeds een vis, maar... Oh mijn god. Dit ziet er fucking mooi uit. Holy shit. Santa Factory, Jump Parcours. Jump Parcours. Jump Parcours. Jump Parcours. Jump Parcours. Oh, copyright. Voor de mensen die me niet hebben verstaan, copyright was er. Dus ik moet hem uitdoen. Wat verder. En Van Hele volgt mij dit. Jump, jump. Ja, dat is Van Hele. Nee, laat maar. Oké. Okay. Ik kan de muziek weer aanzetten. Hoppa, en Santa Factory gaan wij. Santa Factory staat daar ook mooi. Ik wil dat zeggen, kunnen we daar niet heen? Open het later. Are you fucking serious me? Are you
Are you kidding me? Jammer. Maar we gaan verder. Wat staat hier? Blijf een beetje de route volgen, anders snap ik helemaal niks van. Snap ik helemaal niks van. Snowball fight. Oh mijn god, wat de hel? Gewoon met links klikken, een beetje buizen en je gaat omhoog. Wat is dit voor? Dit is zo goed gemaakt, jongen. Maar helaas dat heel veel dingen dicht zijn, dat is wel te kutten. Dit lijkt me echt zo gaaf, jongens. Kijk dan hoe groot dit is. Sowieso ergens in het begin van het jaar gaan we dit sowieso doen. Weer doen. Maar op een andere naam. Wat is dit hier? Dat is hier. Oh, dat is natuurlijk die guest plaza. Moet deze kant op. Ja, dat alles niet gewoon 24 uur open is. Wat is dit? Ice gun. Kijk hoe fucking dit mooi eruit ziet, jongens. Wat ziet er toch geweldig uit hoe dat is gemaakt. Dun. Gesloten. Heel veel dingen zijn gesloten op een of andere manier. Jammer. Maar de aankleding is al gewoon top. Oh, die jump ik alweer, ja. Maar hij gaat terug. Op een of andere manier is het niet heel veel open, eerlijk gezegd. Maar dat weet ik niet. In mijn gevoel.
Ik vind hem zo fucking vet gemaakt, jongens. Kijk, dit paleis alleen al. Het zijn gewoon verras of zoiets. Kijk. Ja, ik ben ook een Nederlandse YouTuber, dus ze weten niet dat ik nu. Dit het? Het lust uit me wel, eerlijk. Ik hoop niet dat dit het alleen is. Ik hoop dat er wel veel meer is. Moet wel. Daar misschien? Daar waar ik nu naar wijs. Naar een kijk bedoel ik. Zo. Ja, natuurlijk wel wat dichterbij ben ik gevonden, maar anders hoor jullie mij niet. Was iets te dichtbij. Mexico. Man. La 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 la. Hier pas. Je gaat toch gewoon niet meen dat het hier pas ook dicht is. Dat is wel open. Dat is wel een Klugheim. Klugheim, jongen. Daarom. Oh ja. Aha, dit is wat ook weer.
doe een beetje kriskraf door het park heen. Oh joh, dit is echt hoog. Mijn nek. Ah. Mystery Castle is ook gewoon dicht. Dit is China of zoiets? China, Japan? Auw. Is het een Nederlandse gedeelte? Ik ben echt benieuwd waar ik nu ben, want ik heb... Eens even kijken wat voor adressen eigenlijk open zijn. Deze is open. Volg de pijlen. Er zijn allemaal bloed voor mij. Met mijn kaart. Oh, dat was niet slim. Oeps, denk ik. De pijlen volgen, ja. Nou, dat denk ik weer. Ik hoop dat het geen horrorattractie is, want al mijn bloed en zo, want de horrorattractie is natuurlijk al geweest. De Horror Waken. Zo moet ik het zeggen, Horror Waken. Twee komen vooraan. Hé, hey, iemand komt mee. Hallo, pot te bouwen. Dat toevallig. Oké. Dat is Nederlands, pot te bouwen, toch? Komt uit Nederland. Volgens mij. Dan kan je zo dus in, het is een beetje een spookwet-achtig idee. Denk ik. Het moet toch geen horrorattractie worden, want ik schrik me nu al dood. Engels. Help. Do you want I open a light?
Ik snap niet helemaal wat ik bedoel. Maar sorry mensen, ik krijg geen Engels. Oké, dat was hem. Leuk. Maar ja, alle horror, alle kerstattracties snel. Dan heb ik gelijk over horror. Ik zal te zien staan er nog meer open, zoals deze. Fantasy. Wells Tabletown. Oh, deze heb ik al gedaan, ja. Oké. Okay. Ja! Oh mijn god. Ja, wat leuk. Gozer, ik kan niet zo snel. Padabadadam, padabadadam.
No probleem. Leuk nummer. Hij kan Nederlands, top. Mystery Castle. Träumritter, die dieses verfluchte Gemäuer bewachen. Ich danke euch, dass ihr mir helfen wollt. Nehmt also Platz, Taschen, Scheren und andere lose Gegenstände. Hoppa, gaan we met de beugels naar boven. Nog wel één geweest en ik ben nog nooit in de partij zelf geweest, überhaupt. Jullie? Ik ben wel benieuwd dan. TikTok. TikTok.
Dat was hem. Oh, dat was zo snel eigenlijk. Ik had ook al via YouTube video's gezien hoe het allemaal ging. Even AFK. Dat was ik weer. Daarom. Zo. Even zien, waar is de ingang? Beste gasten, welkom bij het hotel. Voordat we kunnen beginnen, zijn er een paar belangrijke veiligheidsvoorzieningen. Beste gasten, welkom bij Taron. Voordat u kunt beginnen, zijn er een paar belangrijke veiligheidsinstructies. Roken is in de gehele attractie verboden. Het meenemen van losse voertuigen is niet toegestaan. Gaan we. Online ingewerkt in dit ding en lijkt me ook helemaal niks. Yo, zo soepel loopt het. Dit gaat snel hoor.
In de volgende aflevering gaan we sowieso verder. Tot dan. Hoi hoi. Ho ho ho, Merry Christmas. Kerst is bij Game Jam Go.